Leañez y Compañía Anónima te presenta De Frente, Culupe. Televidente Bonocci, buongiorno un día más junto con noi di un'altra edizione di De Frente con Lupe. Paz e benedizione in cada casa di famiglia che sta sintonizzando noi a Bonocci. A Bonocci Televidente noi abbiamo una pareja más especial con una recluta, la persona che viene di Holanda, per me che sta con noi a Adonai Hotel Boutique. Ora mi mira e pareja così bonita, mi dice no. Mi tinco, ora mi mira. Cuando gente con el corazón de Cristo, mi día está más lleno, me digo, cuele, para venir junto con mi día programa aquí para sobra. Tomando una cuenta televidente con nuestro programa, su enfoque está para dar una oportunidad en todo tipo de iglesia, de todo tipo de denominación, independientemente de cuánta es un día. Un mes por comparar y analizar la ponencia, y te pensé en un vista clara acá hasta cuá. Está esnanco realmente está sirviendo el Dios verdadero. Tal vez hay avenos programa lo vai cubo na mitar papiamento y na mitar holandés ya con los invitados na caballero su mamá está yuko sobre la nace na Holanda y señora dijeta un señora de nace na Brasil pero está vivana Holanda está docente de idioma holandés un dama más bonita mes. Tal vez hay nos avisa para nos público que está siguiendo siempre via YouTube na Holanda avenos que dedicando vos está más especialmente mes el programa aquí con no se titula buscando unificación de la iglesia, op zoek naar eenheid tussen de kerken. Dus de forma inmediata del bien de mi querer intrusivo na mi invitado na de honor a Benoche. Junto con nos está acompañándonos a ver un caballero que está su mamá está Judy Corso, ella nace na Holanda, mi ta quiere, ¿no? Anto está vivando na Holanda pa hopi anya kava. Su nombre está Sorendel Eduardo Marcos. Ele tem 35 anos de idade, está de profissão contratista e tem um mês bom bedrijf, um mês companhia de construção. E está membro da Igreja Universal del Reino de Deus, maneira que chama na espanhol. E na holandês está Universele Kerk van Gods Rijk. Sorendel, boa noite e bom vindo conosco. Welcome to us, eh? Dankjewel, buen noche. Buen noche, ja. Hoe gaat het met mama? Gaat goed. Gaat goed, nou, ze is nog, ons nu aan het kijken, zeker. 100%. Ze gaat het niet missen. Ze gaat het niet missen. We doen ze een zoontje, maar grande mis, papa, mama, zo'n zak op het hond kon ons naar Holanda worden. En toen, bijna die meneer Sorendel, su señora esposa, que es esta señora Priscila Marcos Tavares, Reis Villas Boas. Heb ik het goed gezegd? Je hebt het heel goed gezegd. Wel. Een fam die macha caché mensen zeggen dat, een Brazilero. Priscila is 35 jaar de edad en is docente de idioma holandés na Holanda en también está miembro de iglesia desde 1993. Desde mucha, na edad de 14 años, ella comienza a tomar religión hopi en serio. Pues, no, Priscila, welkom bij ons. Dankjewel. Ja, het is een plezier om hier met jou te zijn. Ah, en voor mij ook. met jullie te zijn. De eerste keer dat ik nog een programma ga doen na jaren in het Nederlands. Dus ik ga proberen die Nederlands te kouwen. No? dus bij voorbaat doen mijn excuses als ik iets helemaal verkeerd zeg. No? Oké, okay, maar jullie gaan me toch helpen, hè? Zeker weten. Oké, okay, nou dan gaan we dan met de eerste vraag dan beginnen. No? Met Priscila. Laat me eventjes met Priscila beginnen. Miss Brazil, hè? Dus Priscila, waarom denken jullie dat de Nederlandse bevolking 60% atheïstisch is? Of waarom zijn 60% van de Nederlanders atheïstisch? Ja, wij denken dat het komt door het verleden, dus de geschiedenis van Nederland zelf. Dus Nederland was vroeger heel erg gelovig. Hè? En de geschiedenis laat ons zien dat er een grote oorlog was toen met Spanje, hè, de 80-jarige oorlog. En wij denken dat het komt door de religiositeit. Dus mensen wilden niet echt te maken hebben met de religie. Mm-hmm. En zij linken heel, ja, wij ook. Dus voordat ik echt
het verschil begreep tussen geloof en religie, dacht ik van, nou, religie is God. Maar eigenlijk is het niet zo, denk ik dat het niet zo is. God is, ongeacht welke religie je hebt, je kan tot God komen als je eerlijk bent, als je hem echt zoekt. Mm-hmm. En wij zien dat religie het eigenlijk een beetje moeilijk heeft gemaakt voor de jongeren vooral. En dat zij daar niet mee gelinkt willen zijn. Ja. Dus vandaar dat zij zoiets hebben van, weet je wat, dan geloof ik ga niet naar de kerk of ik wil niet iets te maken hebben met religiositeit. Ja. Er was ook nog een ander interessant punt. Ja. Is dat Nederland ontstond doordat ze gingen vechten voor hun geloof. De regering was eigenlijk in Spanje en die regeerde over Nederland. Mm-hmm. En die wilde heel graag dat de mensen zouden geloven zoals hij geloofde, volgens zijn regels. Yeah. En hij was heel streng katholiek en had hele andere bijgeloof. En de Nederlanders hebben dat niet geaccepteerd. En omdat ze dat niet hebben geaccepteerd, hebben ze gevochten voor hun vrijheid voor geloof. En het was heel erg, want de protestanten die werden echt heel erg vervolgd in die tijd. Werden vermoord in die tijd. En de mensen werden het op een gegeven moment gewoon zat. Ja. Nee, wij geloven in de Bijbel. We willen blijven geloven in de Bijbel. En we willen niet dat iemand anders ons komt vertellen hoe wij moeten geloven. Mm-hmm. God is de God van de Bijbel. En toen kwamen ze in opstand. En dat heeft toen dus ervoor gezorgd dat Nederland ontstond. Zo ontstond Nederland. Die dorpen kwamen bij elkaar en hebben besloten, nee, wij gaan één zijn en we gaan vechten. Mm-hmm. En het grappige is, en wat ook het trieste is, is dat na deze 80-jarige oorlog kwam een tijd van veel schandalen. In verschillende kerken, het was niet specifiek één kerk, maar verschillende kerken. En men heeft gewoon besloten dat zij niet meer gaan. En ze hebben hun kinderen verteld. Ik heb mensen gesproken van 10 jaar ouder dan ik. En die zeiden, mijn ouders zeiden tegen mij van, hey, als je nog in de kerk wilt gaan, prima, maar ik stop. Mm. Ik ga niet meer. Dus jij mag, als je wilt geloven, mag blijven geloven. Wij geloven in God. Als je niet wilt, is ook prima. Ja. En ik denk dat dat heeft, wat we vandaag zien, dat de 60% niet gelooft, is een consequentie van die beslissing van de ouders om te zeggen van, je bent vrij om te kiezen. Jammer, hè? Is jammer, want natuurlijk, het kind gaat kiezen wat het makkelijkste is om te doen. Het Juist. Makkelijkste is om niet te geloven. Juist. Het makkelijkste is dus om bijvoorbeeld, hè, je krijgt de keuze om te liegen of de waarheid te spreken, maar je krijgt consequenties omdat je de waarheid spreekt, ja. Dan ga ik liegen. Ja. Dus kinderen kiezen altijd het makkelijkste. Juist. En ja, onbewust, maar ze doen het wel. En dat, ja, omdat de ouders zo hun kinderen hebben losgelaten en zelf het geloof een beetje hebben bewaard, maar in de opvoeding niet meer hebben gezet. Niet meer in de opvoeding van hun kinderen hebben geleerd over de Bijbel, over God. En dat God kan helpen. Ja. Dat als ze een keer in problemen zitten, dat ze met God kunnen praten. En dat heeft een soort ruimte gemaakt voor veel ongeloof. Ja. En dat, ja, het is heel dat jammer. Dat ze zich vast moeten houden aan de 10 geboden, hoor. Juist, dat ze hadden moeten vasthouden aan 10 geboden. Ik geloof dat, en dat kan je ook zien, dat de cijfers van zelfmoord in Nederland stijgt elk jaar. Oh ja? Vooral onder jongeren. Oh. Stijgt elk jaar. Er zijn nu speciale hulplijnen waar jongeren naartoe kunnen bellen. Dus je hebt de politie is 112 en je hebt de zelfmoordlijn, dat is 113. Dus het is echt een officieel nummer omdat het probleem zo groot is geworden. Ja. En ja, dit zijn problemen die ze hadden kunnen oplossen als ze hadden geleerd dat God ze kan helpen. Ja. Wat de Bijbel zegt. Als ouders je kind niet helpen om op de goede weg te gaan, dan gaan ze gewoon weg hun weg en ze weten het niet beter, hè? Ja. Juist. En ook om niet te geloven in God vereist ook geloof. Ja. Want om niet te geloven moet je ook geloven dat er niks is. Ja. Je moet echt geloven dat God niet bestaat. Ja. Ook al heb je bewijs, ook al zijn er tekenen af en toe, je moet geloven dat God niet bestaat. Dus dat is ook een geloof. Ja. En dus het is niet dat ze niet meer geloven. Ik zeg altijd, iedereen heeft zijn eigen manier van geloven. Het is niet dat ze niet meer geloven. Maar ik denk dat zij het geloof in God hebben losgelaten. Dat is jammer. Echt jammer.
Priscilla. Dus Nederland is dus het meest atheïstische land van West-Europa. Dus ja, we zullen zeggen, hoe zou dat komen? Door de ouders of voor al het verhaal dat Sorende heeft verteld no? Aan het begin? Of misschien hebben de scholen en universiteiten daar iets mee te maken? De evolutietheorie wordt als een wetenschap geleerd misschien? Denk je dat? Ik denk dat dat meer een consequentie is van een gevolg van al die, nou, dat verleden. Ja. Zeg maar. Bijvoorbeeld, ik heb veel te maken met jongeren, want ik geef les Nederlands als tweede taal. Ja. Dus meestal alleen aan buitenlanders, hè, die naar Nederland komen. Maar toen ik op school zat, 20 jaar geleden ging ik ook naar Nederland, heb ik ook Nederlandse klasgenoten gehad. En je ziet hun manier dus van kijken naar het leven. Het is van de wereld straalt, hè? De wereld heeft heel veel, hoe zeg je dat, heel veel... Het glinstert. Dus niemand is bezorgd met, ik ga me aan de 10 geboden houden, bijvoorbeeld. Ja. Of ik ga, zoals Sorendo zei, niet liegen. Ik ga me bewaren voor het huwelijk. Hè? Ja. Deze dingen op een gegeven moment moest ik, daarom heb ik ook gezegd, vanaf mijn 14e heb ik besloten om het geloof echt serieus te nemen, want ik moest een beslissing nemen. Of ik zou met de klasgenoten blijven, met mijn vrienden blijven en gaan drinken, gaan feesten, allerlei dingen gaan doen. Of ik zou echt een serieus meisje worden. Van, weet je, kiezen voor mijn studies en voor mijn toekomst. Ja. En dat zie je, ja, dat is echt de minderheid die deze weg kiest. En dat is, de maatschappij, ik denk dat er heel veel factoren zijn die dit mogelijk maken. Ja. En je ziet dat een heleboel families, hoe zeg je dat, lassonen, hoe zeg je die lassonen in het Nederlands? De banden. Die zijn helemaal kapot, no? Er is geen respect voor de ouders. Ik heb van een heleboel gevallen gehoord. De kinderen willen hun ouders slagen of doodmaken. Ze praten niet meer met hun vader of met hun moeder, met hun eigen broer. Alles is op een gegeven moment verkeerd gegaan daar. No? Zoveel gevallen heb ik gehoord. No? En ik vind het echt jammer. No? Ja. En de ouders zeggen, mijn kind wanneer hij 18 jaar oud was, dan moet hij gewoon weg zijn eigen leven gaan doen. En ik vind dat het niet zo moet zijn, denk ik. No? Nee, het zou ook niet zo moeten zijn. Maar het is, de maatschappij is zo geworden. Ja. Er is een verschil tussen de jongeren in Nederland zijn heel erg onafhankelijk. Omdat het economisch goed gaat met Nederland, dan hebben zij veel makkelijker toegang tot hun eigen huis, een goede baan, kunnen hun studie zelf betalen als ze een bijbaantje hebben. Mm. Maar de kosten van de studie zo laag is. In vergelijking met andere landen. Dus ze komen er wel uit. Met of zonder hun ouders, ze komen er wel uit. En de ouders hebben zoiets van, weet je, je wilt nu al beslissen voor jezelf. Wanneer je 18 bent in je eigen huis, dan mag je zelf beslissen. Ja. Dus de jongeren staan te popelen om weg te gaan uit huis, om zelf hun leven te bepalen. Ja. En zoals Priscilla zei, de wereld glinstert. Ja. Vooral in Nederland, waar heel veel mag. En dat is ook niet goed. Nee. Als je heel veel dingen mag en alles is vanaf 18, dan denk je dat vanaf 18 is één grote feest. Ja. En wat ik ook heb gezien is heel veel mensen hebben moeite om echt te settelen. Mm-hmm. Ze beginnen te settelen met 35 jaar, bijna 40. En tot al die periode daarvoor waren ze of vrijgezel van het feesten of uitgaan of alleen gefocust op hun werk. Ja. Maar voor de rest, pas wanneer ze echt wat ouder worden, dan valt het kwartje van, wacht even, ik heb geen gezin, ik ben alleen, ik heb alleen mijn werk, ik woon alleen, wat ben ik aan het doen? Mm-hmm. En dat is iets dat heel triest is, maar het is de realiteit van ook meer Europese landen. Maar we kunnen toch altijd niet generaliseren, no? Want er zijn toch ouders, no? Ik ken ook aan de andere kant ouders, die heel veel houden van hun kinderen. En ze doen van alles en ze lijden heel veel door dingen die mis zijn gegaan. Hoor. Ja. Met de kinderen, niet door hun schuld, maar door de hele maatschappij. De hele vorm van dingen doen. En,
En weet je van leven, hè? Ja. Dus, maar goddank zijn er toch, het is misschien de 40% of minder, die toch de dingen proberen te doen om het goed te doen. Hè? Ja, zeker. Zeker. Er zijn ook veel ouders die echt in God, meer in God zijn gaan geloven. Ja. Juist omdat hun kinderen op de verkeerde pad gingen. Ja. Dus zelfs de ouders die nooit geloofden, zijn vandaag aan het bidden voor hun kinderen. Ja, maar er zijn toch goede kerken, grote kerken in Nederland ook. Hè? Zeker. Want ik heb een paar predikers gehoord via YouTube die ontzettend goed zijn. Hoor. We moeten eventjes naar een break gaan, hoor. Maar na de break zou ik graag van Priscilla willen horen. Hoor. Priscilla, vertel ons iets over hoe de universitaire kerk in Brazilië begonnen is. Ik heb begrepen dat er twee schoonbroers waren die het in 1977 volgens mij opgericht hadden. Is het zo? Maar na de break gaan we erover praten, oké? Okay? Ten linde, non so posso rato pa pubblico par di compromesso con los anunciantes. Non ci so se vai con más interessante tema. Ja, we noci buscando unificación de iglesia. Na op zoek naar eenheid tussen de kerken. Non so vai con Jesus. Lupe Reyes que invitavo 30 con él. Una apasionante historia de su vida a través de su buki desde el exilio. Desde el exilio, un buki escribí desde lo más profundo de su corazón, abrí, sin esconder nada, su peligro, su logran, pero también su pasionan y luchan. Desde el exilio, obtenible en la óptica internacional, en la casa Corobá, delante de los dos colegios, often telefonan 693-0863 of 525-0863. Una historia que no lo olvida nunca. Desde el exilio, de Lupe Reyes. Evento sin igual. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Muy pronto. Dani Ferrillo. Dios cuida de mí bajo la sombra. Dani Berríos en concierto. Cuando no estés frente al mar. Muy pronto, espéralo. El Shaddai, El Shaddai. Ambu, quando un piscão, ma cansa cabo. Ai sì, mi vai in umo. Ponche Caribe, único y diferente, para un momento exclusivo. Distribuidor Leañez y Compañía Anónima. Hasi turismo de Mbomes país cerca nos na Adonai Hotel Boutique aquí na Corsol. Cu cambernan super confortable y espacioso, baño propio, air conditioning, servicio de Wi-Fi completamente gratis y televisión con 175 canal y mucho más. Vinchel cerca nos en el swimming pool area y disfruta cada día de un suculento desayuno diferente. Adonai Hotel Boutique te invitaba bien relax y pase cerca nos. Para más información, contactanos. Ser nacionalista y así turismo de un buen mes país. Na Adonai Hotel Boutique, un concepto ejecutivo y familiar diferente nos está guardado. Televidente, vindo back de nosso rama, abre com o nosso tema Buscando Unificação entre Iglesia na op zoek naar eenheid tussen de kerken. Desse segmento passado, nos laga uma pergunta para a senhora Priscila, para a moda de papi, com nós, sobre com a Iglesia na Brasil, com a comissão para o nosso tempo, entendi que duas pessoas com a sua de outro, a comissão na 1977 com a Iglesia na Brasil. Je hebt het al verstaan, hè? Ja. Oké, okay, Priscilla. Ja, inderdaad. De kerk begon in 1977. De leider van de kerk had een dochtertje gekregen en zijn dochtertje werd heel ziek geboren. Ja. Dus vanaf dat moment
voelde hij echt de pijn van de mensen. En hij zei van, weet je wat, we gaan doen wat God ons zei om te doen. Om over de gehele wereld te gaan en zijn woord, het evangelie, te verkondigen. En de mensen die aan het lijden zijn, ik voel nu de pijn van de mensen. Want ik maak het nu mee, mijn familie. Ja. Dus ik wil dat, dat dezelfde God die mij nu de kracht geeft, ook gegeven wordt of bekendgemaakt wordt aan andere mensen. Zo begon hij op een pleintje in Brazilië, heel klein met een paar mensen. Yeah. En daarna ging hij naar een gebouw. En zo is de kerk gegroeid. En vandaag de dag zijn we in meer dan 140 landen. Yeah. Ja? Wow. En, ja. Wauw. En ik heb toen ik klein was, dus ik was 5 jaar, ging mijn moeder naar de kerk in Brazilië. Ze werd uitgenodigd door mijn oma, die naar een programma op de radio had geluisterd. En mijn moeder had heel veel problemen, heel veel pijnen. En ze besloot om te gaan en ik ging ook mee. En sindsdien, we hebben echt het geloof geleerd van dus het woord van God. Hè. De Heer Jezus nam op zich al onze pijn en onze ziektes. Dus wij hoeven niet meer te lijden. En zodoende werd mijn moeder genezen. En ik heb geleerd dus sinds kleins af het geloof. En ik bleef naar de kerk gaan, maar toen we naar Nederland verhuisden, had ik echt besloten van nee, nu moet ik echt een beslissing nemen. Zoals ik zei van, ik zie dat de jongeren hier alles doen waar zij zin in hebben. En niet alles is correct. Ja. Dus ik moet even kiezen en denken vanaf wat ik heb geleerd. Ja. En toen begon ik het serieus te nemen. In de zin van, ik begon echt meer met God te praten. Dus toen ik alleen was, dacht ik van, nou, ik wil niet zo triest zijn van binnen of verdrietig zijn. Waarom ben ik zo? Waarom? Want ik voelde een groot verdriet. Mm. Als je naar mij keek als klein meisje, zou denken dat ik heel gelukkig was. En, want ik was altijd aan het springen en praten. Yeah. Maar als ik alleen was, dacht ik van, ik geloofde niet in mijzelf. Ik dacht van, ik had geen doelen in het leven. En echt, ik praat over rond mijn 13e. En op een gegeven moment zei ik van nee, ik moet echt met God serieus praten. En als hij bestaat, moet hij mij echt gaan beantwoorden. Want ik hoor al zo lang over hem, maar ik wil een persoonlijke ervaring met hem hebben. Ja. En zodoende heb ik het nooit meer. Zo begon het. En met een eerlijk gebed in mijn kamer. Uh-huh. Heb ik gebeden en ik zei, mijn God, ik geef mij over in uw hand. Als u mij dus dit geluk heeft, de vrede geeft, zal ik u voor altijd volgen. Wauw, ja. Mooi, ja. Zeker. Maar toen ik haar de eerste keer al zag, ik voelde iets heel speciaals voor haar. Ik zei, er was iets, no, haar uitstraling, iets no, dat meteen met mij, hoe zeg je, een connectie maakte. Ja. No? Maar ik voelde, ik sta voor iemand die een hart heeft van Jezus. Dat heb ik gevoeld op het eerste moment dat je gezien had. No? Amen. Ja, nou, dat is echt. En dit begon echt op die avond. Ja. Het was echt een beslissing. Ja. Maar de meeste mensen in Brazilië, geloven ze in God? Of is het ook als Nederlands? De percentage, hoe hoog zal het zijn? Ja, de meeste geloven. Ik weet niet precies de percentage, maar de meeste zijn gelovigen. Ja. Nou, ja. Dat is goed. No? En nou, Marcos, wat zijn de verschillen tussen de universele kerk en de evangelische Pinksterkerk? De UKGR is een evangelische kerk. Mm-hmm. Dus zij geloven echt in de drie eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mm-hmm. En zij baseren zich 100% op de Bijbel. En alles wat Jezus zei, dat waar is. Mm-hmm. En dat is het enige waar ze zich op baseren. Ze 100% op de Bijbel. En er is niets dat de mensen verplicht. Ze verplichten mensen niets om te doen. Wat ze zeggen tegen de mensen is, je moet je intelligente geloof gebruiken. En zelf met God kijken wat jij moet doen. Wat wil God voor jou? Mm-hmm. En dat is wat je moet begrijpen, is dat iedereen heeft zijn geloof.
En God heeft een plan voor iedereen. Maar je moet weten hoe je met God moet wandelen. Wat God behaagt, wat God niet behaagt. Wat zijn de dingen waardoor je echt een band met God kan hebben. Mm-hmm. En de focus is echt 100% op dat. Een band met God hebben. Zoals Jezus zei, dat niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, Heere. Dat is een heel sterk punt. Ja, je kunt het zien iedere dag. Ja, heel veel mensen zeggen, mijn God. Ja, maar is het echt jouw God? Ja. Heb je echt een relatie met Hem? Ken je Hem? Praat je met Hem? Kent Hij jou? Dat zijn die vragen die wij moeten stellen. En dat zijn de dingen die worden gepredikt. Ja. En echt puur gefocust om echt God te leren kennen. Mm-hmm. Echt weten wie Hij is. En weten dat je op Hem kan rekenen. Met Hem moet wandelen. Zoals Abraham met Hem heeft gewandeld. Mm-hmm. Zoals de discipelen met Jezus hebben gewandeld. Yeah. Echt met Hem wandelen, met Hem leven. Ja, dan moet je met je medemens wandelen. Ja. En medelijden hebben met degenen die echt in nood zijn. En de arme mensen die in nood zijn en die hulp nodig hebben. Degenen die rijk zijn, moeten elkaar kunnen ondersteunen. De anderen die echt, hulp nodig hebben. En dat zie je niet iedere dag. Nee. Maar je ziet ze naar de kerk gaan, ze zeggen, ja, ik geloof in God. Maar ja, hun geloof die blijft tot daar, bij de deur van de kerk. Ja. Maar wanneer ze met hun medemens moeten praten of helpen of een handje geven, dan zie je dat niet. Klopt. En de kerk heeft heel veel sociale werken. Dus in de avond of in de nacht, dan bezoeken ze de mensen die slapen op straat. Ja. En dan geven ze eten, drinken, ze geven een woord van bemoediging, bidden voor hun op straat. Ja. Maar ook bezoek van mensen in ziekenhuizen. Ze doen heel veel ziekenhuisbezoek. In de gevangenissen ook? In de gevangenissen ook. Mm-hmm. Voor de pandemie waren ze kleine, soort van tijdelijke kerken aan het openen in de gevangenissen. Dus dan hielden ze diensten voor de mensen in de gevangenis 2-3 keer per week. Mooi. Dus dat zijn de dingen dat echt. En heel veel mensen die uit de gevangenis gingen, die kwamen naar de kerk. Ja. Die hadden echt besloten: van, weet je wat, ik ga mijn leven veranderen. En die gingen van de gevangenis niet eerst naar andere dingen op zoek naar werk of iets. En ze gingen eerst naar God. Ze gingen eerst met hun familie zijn, daarna naar de kerk. Ja. Dus die volgorde, echt van God op de eerste plaats. En als je voor je naaste kan zorgen, dan laat je aan God zien dat je ook van Hem houdt. Ja. Dus als je iemand ziet die honger lijdt en je doet niks en je loopt ze voorbij, het doet je niks. En van binnen ben je koud, dan kan je niet zeggen dat je echt van God houdt. Ja. Want als je echt een christen bent, je gaat en je geeft een helpende hand. Ja. En niet alleen aan de mensen daar, maar ook de mensen naast je, familie, vrienden, collega's. De mensen waarmee je elke dag te maken hebt. Als je ziet soms is het niet eens een kwestie van geld, hè? Nee, is het een kwestie van iemand heeft iemand nodig om hem en naar hem te luisteren. Want hij wil met iemand praten, hij heeft een probleem, hij moet zichzelf uiten. Hoor. Ja. Dus er zijn een heleboel manieren dat je iemand kan helpen, hè? Ja, zeker. Ik had Priscilla die gaf les op COA, dat is een asielzoekerscentrum. Mm-hmm. En daar had ze een paar mooie ervaringen met echt mensen die gewoon kwamen uit oorlogsgebied. En ze wilden gewoon eigenlijk iemand hebben om mee te praten. Iemand om gewoon even ze uit te horen, toch? Ja, klopt. Dus heel veel jongeren. Ik heb van januari tot en met vorige maand, juni, heb ik les gegeven aan 64 jongeren. Dus alleen maar jongens in Nederland. En ze kwamen allemaal uit Syrië en al die landen. En ze wilden heel graag praten. Dus de taal was een beetje een obstakel. Maar ik hoorde van ze van, kijk, ik heb echt een grote pijn in mijn binnenste. Niemand begrijpt mij. Ik heb een pijn in mijn ziel. En ik weet niet hoe ik ermee moet omgaan. En ze zeiden, sorry, het lukt mij niet om te concentreren in de lessen. Maar ik heb hulp nodig. En ik had zoiets van, nee, we moeten iets doen om deze jongeren te helpen. Dus we zijn echt bezig met vrijwilligerswerk om daar naartoe te gaan. En gewoon een luisterend oor bieden aan die jongeren. Om te horen wat. Want alleen zoals je zei, het gaat niet alleen om geld, maar om te praten, om te horen. En zij voelen zich dan
gehoord, hè? Ja. En geholpen. Weet je, soms ga ik naar de supermarkt, no? Als ik een lijst niet meeneem met alles opgeschreven wat ik moet kopen, dan koop ik niets. Want mensen beginnen met mij te praten en ze zeggen, Loepe, weet je, ik heb een groot probleem, dat is dit en dit en dit. En dan word ik meteen hun psycholoog of hun pastoor. Dan moet ik alles blijven luisteren en ja. En ik hou er ook van, weet je. Ja. Weet je, ik hou er echt van om mensen te bedienen, no? En ja, en om mensen te helpen. Ik vind het echt iets moois, no? Dus, maar ja, daarna kwam ik thuis en dan heb ik van alles gekocht, minder wat ik eigenlijk nodig had. Hè. Het is gewoon weggegaan van wat ik moest kopen. Hoor. Ja. Maar zo is het ook. Well, Marcos, wat gebeurt er na de dood volgens de universele kerk? Het is eigenlijk een beslissing die je neemt in het leven. Mm-hmm. Dus wat gebeurt na de dood is een beslissing van in het leven. Dus als je ervoor kiest om je te bekeren, en bekeren is 100% is gewoon, ik liep deze kant op, ik ga nu die kant op. Mm-hmm. Dus je keert je om. Ik deed wat slecht was, ik deed wat niet goed was, volgens de Bijbel, wat God van ons vraagt om te doen. Weet je wat, ik ga het doen. Mm-hmm. Nu ga ik het doen. En de bekering is echt een fase. Dus de persoon eerst erkent zijn fouten. Van nee, ik was fout bezig. Mijn leven was niet, ik was niet goed. Ik deed niet wat goed was in Gods ogen en de persoon bekeert, komt tot besef van nee, ik moet veranderen. En de persoon dan is de volgende stap echt veranderen, laat de doop in het water en God zet op de eerste plaats. Ja. Als de persoon in die conditie sterft, gaat de persoon naar de hemel. En het is, er zijn mensen die in het ziekenhuis waren, die echt 5 minuten voordat ze stierven, besloten ze echt hun leven aan God te geven. Lieten zich dopen daar in het ziekenhuis. En ik weet zeker, die mensen stierven in vrede, gingen naar de hemel. Ja. Ze hebben niet met God gewandeld hun hele leven. Ze zijn niet deel uitgemaakt van een kerk, maar dat maakt niet uit. Op dat moment, de persoon heeft zich aan God gegeven, God accepteert de persoon. Ja. En dat is wat telt. Is echt jezelf aan God geven, elke dag. En met hem wandelen, je kruis op je nemen, dus niet doen wat je wilt. Mm-hmm. Dus echt doen wat God wilt. Yes. En als je komt in een situatie waar je moet kiezen, is het moeilijker om te kiezen wat God wilt. En als ik kies wat ik wil, dan heb ik geen pijn. Maar als ik doe wat God wil en op dat moment moet ik even lijden, dan kies ik wat God wil. Dus God op de eerste plaats. Maar Jezus heeft ook heel veel voor ons geleden. Ja. Zeker. Juist. Dus waarom zouden we niet teruggeven? Ja. En dat is het, de bekering, de Heer Jezus accepteren als je Heer en Redder. Yes. Erkennen dat wij een Redder nodig hebben. Exactly. Así no me está el vidente. Como me está atendiendo, No estuve aquí así en holandés en la escuela. A mí, hay 20 años en Venezuela, pensé, me tengo como en mi holandés. Pero, y me está muy bien en español también, papiamento, pero me está haciendo mi best, me voy a ver mensaje, pues me está haciendo. Que está bom para nós turtem de turrende com Benicia Fonte. A pareja que me dá ele, pareja assim bonita. E também sei bonita de padem e de pafô. Então também sei, me avisa me que vem compartir com você na noite. Não se passou rato com o meu pai e compromisso com os anunciantes que não tinha isso também. Lupe Reyes que invitava 30 com ele. Una apasionante historia de su vida a través de su book Desde el Exilio. Desde el Exilio, un book que escribí desde lo más profundo de su corazón, abrí, sin esconder nada, su peligro, su logro, pero también su pasión y lucha. Desde el Exilio, obtenible en la óptica internacional, en la casa Corobá, delante de todos los colegios, often telefonan 693-0863 o 525-0863. Una historia que no lo olvida nunca. Desde el exilio de Lupe Reyes. Evento sin igual. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Muy pronto. Dani Perrío. Dios cuida de mí bajo la sombra.
Dani Berríos en concierto. Cuando no estés frente al mar. Muy pronto, espéralo. El Shaddai, El Shaddai. Un piscón, ma cansa capo. Ai sì, mi mi va in umo. Ponche Caribe. Único y diferente, para un momento exclusivo. Distribuidor Leañez y Compañía Anónima. Televidente, continuando la última parte de nuestro programa, con nuestro tema Buscando Unificación de Iglesia, ¿no? Op zoek naar eenheid tussen de kerken, dat is ook onze visie, con nuestra pareja aquí, así na bonita, que fue ahora como conocemos a mis amigos, tres serán para vos, son atay, una mancha bonita de padén y para fo. Anto está bom vivir para botar de boca de gente, en young, en pensamiento, en experiencia, para no estar cosa salir de boca de pastor, no so, botar tende de nan ovejo, nan tam, no. Tapes ahí, mi taba ta que era, sigue ahora que dor una pregunta con mi tiempo, nan, pero ya, es mucho decir, no, dit is mijn laatste segment, maar altijd wanneer ik hier kom, nou, dan moet ik even stoppen met het programma, want ik heb iets die altijd aan mijn zijde is. Nou, ik ga het nou zeggen, en papje mens, pas sobre het televidente, dat denzij ik, met die aan dit aan mijn Ponche Caribe, waar ik eerst zei, dit Ponche chiquito, hoe we kunnen kunnen botas, maar ja, dus je mensen hoe we salieren, waar kan je weet je, hoe we Ponche de botas, en toe, mi te avisaba está a mí con mi ponche y yo, porque yo no tomo ni fumo, pero si bailo pegada y con mi Ponche Caribe. Dile años sin compañía anónima. El ponche que está poncha tour ponche, Ponche Caribe, es un que está domina Caribe completo. Está pese y llama Ponche Caribe. ¿Heb je nooit Ponche Caribe geproefd? Jawel. Ja? Ja. En hoe vond je het? Heel lekker. Ja? En wat doe je met het ponche wanneer je drinkt? Wat doe ik er mee? Wanneer je met Priscilla bent? Ik deel het. Deel je het met Priscilla? Alleen delen, doe je niets met Priscilla wanneer je met de pontje neemt? We eten, praten. Ik ga niet dansen. En jij, Priscilla, hoe vind je mijn Ponche Caribe? Ik vind het heerlijk. Ja? Ja. En wanneer je in je moeilijke moment bent met moeilijke zaakjes bent met Sorrendel, wat doe je met de Ponche? Maar niet in beeld gezegd, maar hè? Nee, ja. Hè? Nee, ik ga het aan jou geven, dan kun je met Priscilla lekker pontje drinken vanavond en stoute dingen doen, oké? Dankjewel. Wel, televidente, wanneer we zo'n tour camin de botanje, ons Ponche Caribe, die een tour supermarkt dan naar Aruba, Bonaire, Corso, Sint Maarten, in Assen, naar Hollanda, in Merkens, ons Ponche Caribe, en dan is dat domineer mercado, we zo'n leense compagnie anonima, die een gamma assina extenso di tour tipo di prodotto per tour momento, per tour occasione, per tour edad. Che ben ora perché ha un buon mese di qualità, tan le anni si compagnia anonima, un mese sta in industria le anni.
ahora aquí nos hace reparte aquí con los Ponche Caribe, ando no sabe si que programa, ¿ok? Dus we gaan door met het programma. Ja. Yeah. Priscilla, ik heb begrepen dat jullie hoofdleider Macedo ook eigenaar is van een groot en populair televisiestation in Brazilië. Vertel ons even wat erover. Ja, dat klopt. Het is TV Record. Het is heel groot geworden. Vandaag de dag wordt het gebruikt om te evangeliseren. 'S Nachts zijn er veel gewoon open programma's. Fala que eu te escuto, dus praten, ik luister naar jou. Heel veel series over de Bijbel. Dus dat is echt een grote deur die open ging voor Brazilië om het evangelie te verkondigen. Dus er was echt een grote strijd voor hem om dat te kopen. Maar hij heeft 3 boeken erover geschreven. Uh-huh. En ook 2 films gemaakt. Het heet Nada a Perder, Niets te Verliezen. Uh-huh. Het is ook op Netflix. Ja. Dus daar praat ook heel veel over toen hij het heeft gedaan. Maar het was echt een grote deur voor het evangelie in Brazilië. Ja, great, hè? Wel, Marcos, en het jongere leven volgens mij van Macedo is ook in de politiek ingegaan, hè? Mm-hmm. Hebben ze tegen mij gezegd. Hoe staat het daarmee? Ik denk dat het zou een zegen zijn als in alle landen er meer christenen waren in politiek. Ik denk dat dat een beetje ontbreekt. En ja, zij hebben die kans gekregen. En in Brazilië is de politieke... handelen is heel anders dan in andere landen. Mm-hmm. En daar kan je gewoon als pastoor zijn, daar kan je een partijleider zijn. Je kan zelfs president zijn als je wilt. En alsnog een pastoor zijn. Yeah. Dus het is heel anders. En ook, ik herinner mij toen ik had gewoond in Brazilië, ik heb daar 5 maanden gewoond, dat de pastoren kwamen naar de universele kerk om met de leden te praten over wat hun plannen waren voor de verkiezingen. En de mensen konden echt mensen kiezen, vertrouwde gezichten kiezen. En ik denk dat dat was iets waar ze op hebben gericht. Ja, echt mensen hebben die mensen kunnen vertrouwen. En ja. Die wel echt doen wat ze beloven. Die ja. Echt hun best gaan doen. En dat werkt. En in Nederland hebben wij ook wel mensen in de politiek die ook pastors zijn. Die of een kerk hebben. Ja. En dat werkt. En die geven zoveel zekerheid door wanneer ze praten. Niet alleen van de VCK, maar ook van andere kerken. Die zijn gewoon oprecht in wanneer ze praten. En het voelt vertrouwd als christen om op zo iemand te stemmen. Ja. Ik denk dat... Ik zat daarnet te denken. Je zei daarnet tegen mij in de pauze dat je iets moest zeggen over de Bijbel wat de jeugd betreft. Ja. Ja. Ik had gezegd dat de ouders hebben hun kinderen als het ware gewoon echt losgelaten. Hè? Van, mm-hmm. Weet je wat, je mag doen wat je wilt. En God verplicht niemand. Als ouder is het wel duidelijk, is wel goed om je kinderen duidelijk te laten weten. Van luister, mijn standpunt is, de 10 geboden, ik baseer mijn leven op de Bijbel. Zolang je bij mij woont, zolang je valt onder mijn bescherming, mijn verantwoordelijkheid en ik zorg voor jou, wat ik van jou terugvraag, is dat jij mijn God respecteert en meegaat naar de kerk. De 10 geboden respecteert hier in huis. En dat wij onze momenten zullen hebben dat wij zullen praten over de Bijbel. Dat ik wil weten hoe het met je gaat. En echt die aandacht geven die God ook aan ons geeft. In de Bijbel staat het al geschreven. Ja, een van de sterke versen van de Bijbel, Deuteronomium, zegt God tegen zijn volk. Indien gij naar mij luistert. Hij verplicht ze niet. Hij zegt niet, je moet naar mij luisteren. Hij zegt, indien gij aandachtig naar mij luistert, dan zullen de volgende zegeningen over u komen. Mm-hmm. Dus het is, de zegen van God komt als wij naar hem luisteren. Als we niet naar hem luisteren, wat is het tegenovergestelde van de zegen? Het is de vloek. Ja. Het is niet dat God ons vervloekt, het is dat wij kiezen. En als wij, ik heb een zoontje van 6. Ja. En ik zal hem precies zoals God mij leert, zal ik hem leren. Ja. Als je aandachtig luistert naar God en doet wat hij zegt, dan God zal dit en dat over je. Je hoeft niet meer in angst te leven. Je hoeft niet bezorgd te zijn over de dood, over morgen,
of wat mensen je willen aandoen, want je valt onder de bescherming van God. Of je te eten hebt of niet. Hij Precies. zal voor alles zorgen. Hij zal voor alles zorgen, want je volgt zijn stem, je bent aandachtig naar hem aan het luisteren. Mm-hmm. Hij heeft beloofd dat hij dat gaat doen. En hij gaat het doen. Mm-hmm. Hij is oprecht, hij is eerlijk. Hij is niet zoals de mens die iets belooft en het niet doet. God vergeet niks. Dus volg hem. En zolang je bij mij woont, thuis, volg hem. Als het kind naar het huis gaat en gaat het huis met die gedachte van, hey, mijn ouders hebben mij geleerd, zoals Priscilla zei. Vanaf kleins af hebben haar ouders haar geleerd en met haar gegaan naar de kerk om haar te wijzen. Van, hey, kijk, laten we, dit is wat we gaan doen nu. Ons huis, wij deden zo, maar nu doen we zo. Het kind gaat het voor altijd meenemen. Ja. Het is alleen, zoals ik zei, niet het kind loslaten. Van, hey, ik geloof, als jij niet gelooft, prima. Nee, het kind, je weet dat het niet het beste is voor het kind. Het beste voor het kind is echt onder Gods bescherming te zijn. Ja. Dus Priscilla, wat is de positie van de... Dat is eigenlijk een beetje ja, zware vraag. No? Maar dat brengt altijd... het blijft altijd controversieel. No? Maar wat is de positie van de universele kerk aangaande het homohuwelijk? Nou, homohuwelijk wordt niet gedaan. Gewoon in de accepteren kerk. Dat niet? Nee. Mm-hmm. Waarom? Omdat wij geloven dat God man en vrouw heeft geschapen. Mm-hmm. En zo is de manier waarop God wil dat wij een huwelijk aangaan. Dus man en vrouw. Maar de kerk is altijd gericht. Elke dag horen we, maakt niet uit wat u bent. God houdt van u. En God wil u helpen. Dus luister naar hem. Kom zoals je bent. De Heer Jezus zei altijd, kom zoals je bent. Maar heel veel mensen stoppen daar. Hè? Kom zoals je bent. Punt. Nee, Heer Jezus zei, kom zoals je bent en leer van mij. Dus voor iedereen, alle mensen die hoe zeg je dat, hetero of homo zijn. Ja. Maakt niet uit. De deur is open voor De deur is open. Dus Jezus zei, kom tot mij en leer van mij. En heel veel mensen leren van, oh ja, zo wil God, kijk naar de natuur. Als we naar de natuur kijken, er is altijd een mannetje en een vrouwtje. Ja. En de dieren gehoorzamen God. Ja. Dus alleen de mens wil de... Maar dat is wat volgens mij we hier ook hebben gezegd. Er is heel veel bling bling in de wereld. En mensen willen het uitproberen omdat ze op zoek zijn naar geluk. Ja. Maar ik geloof dat het geluk is heel simpel. Het is in God, het is binnen in ons. En we hoeven geen extra dingen te gaan zoeken om het te vinden. Mm-hmm. Je zei tegen mij dat je een paar dingen aan mij wilde vertellen over dat jij had geschreven. Welke zouden die punten zijn? Ja, dus ik had een van de punten was dat we inderdaad... heeft ook een beetje te maken met wat we hadden gezegd. Hè, dat het geloof in Nederland zo... ik wilde een vergelijking maken. Vooral in landen zoals Zuid-Amerika. Waar het land economisch soms niet zo heel sterk is. En de mensen moeten sterk zijn. De mensen moeten vechten. Als je iets wilt, je moet ervoor vechten. En je staat er alleen voor. Je krijgt geen hulp van niemand. Daar zie je dat de mensen veel makkelijker accepteren om God te hebben in hun leven. Mm-hmm. Want ze denken van, als ik ga vechten en God is met mij, ik ga het bereiken. Soms hebben ze alleen een beetje een begeleiding nodig. Dus de moeite die gedaan moet worden om zo iemand te begeleiden naar een nieuw leven is veel minder dan als je gaat naar een land waar eigenlijk alles al voor je geregeld is. En je kan je dingen bereiken, maar ja, je hoeft alleen een beetje je best te doen, goede connecties te hebben en het is iets makkelijker. Mm-hmm. Dus heel veel geloof heb je niet nodig. Ja. Maar dat is omdat echt de maatschappij zo is ingericht. En je hebt in landen zoals Noorwegen, Zweden, waar ja, heel veel mensen niet geloven. Als je daar naartoe gaat, zelfs de wegen, er zit geen gat op de weg. Alles is perfect, alles is mooi, alles is netjes. Ja. Dus het leven is veel makkelijker. En je ziet dat wanneer het makkelijker is voor de mensen, hoe moeilijker het wordt voor hen om God te zoeken, God te accepteren. Om echt te erkennen dat ze God nodig hebben. En het verschil is dat
in dit, tussen de landen, de warme landen, mensen met warm bloed, Zuid-Amerika. Mm-hmm. En de Europese landen, is dat de problemen vaak aan de binnenkant, meer aan de binnenkant zitten. Dus daar heb je veel meer depressie, veel meer... In arme landen, je ziet, heel veel mensen zijn gelukkig met het weinige dat ze hebben. Ja, ja. Ze hoeven geen dure auto te hebben. Ze hoeven geen grote, mooie huis te hebben. Ze wonen soms met de familie allemaal vlak bij elkaar. En het is elke dag feest. Ze zijn gelukkig. Ze zijn gelukkig. Ja. Maar het is puur omdat ze al niet zoveel hebben. Ja. Het is al moeilijk. Waarom ga je het nog moeilijker maken? Nog moeilijker maken. Weet je, er is een vraag dat ik aan Priscilla wil stellen. No? Priscilla, wat denk je? Wat moet een ouder doen bijvoorbeeld als een kind heeft die... Ja, bijvoorbeeld moordenaar is of een dief, zoveel dingen, weet je, die gebeuren dat je kunt zien. Wat moet een ouder doen met een kind? Van zijn zijde wegsturen of proberen die kind weet je, op de rechte weg te zetten? Maar dat zie je ook heel veel, hè? Klopt. Er zijn ouders die laten hun kinderen gewoon weg. Ja, je bent in de gevangenis gevallen, dat is jouw probleem, zoek het maar uit. Of, ja. Dat is het leven, jij hebt gekozen, zoek het maar uit. No? En het is alleen maar om twee kleine voorbeelden te geven. Ja. No? Maar denk je dat zo iemand echt een kind moet kunnen helpen? Ik denk dat gebed, de kracht van het gebed heel groot is. Ja. Als ouders die kracht gebruiken in combinatie met liefde geven. Ik geloof dat zolang je leven niet in gevaar is, dat je kind... je leven niet in gevaar brengt. Je moet je kind niet wegsturen of een beetje loslaten. Maar echt vechten, strijden. Ik heb zoveel getuigenissen gezien van moeders die jaren hebben gebeden en liefde hebben gegeven, hoewel ze niets terugkregen van het kind. Misschien 10 jaar, 20 jaar, geen enkele signaal of teken van het kind dat het kind zal veranderen, maar de moeder bleef volharden. En in de familie heb ik dit ook gezien, getuigenissen van moeder die bleef 10 jaar strijden voor. De dochter is vandaag de dag weer gelukkig getrouwd, heeft haar familie gesticht. Waarom? Omdat ze heeft gezien dat dat niet de weg was. En ze heeft zelf een ervaring gehad. De moeder heeft haar niet verplicht om het te doen, maar ze bleef bidden. Liefde geven. Dus zolang je leven niet in gevaar is, zou ik zeggen, blijf strijden. Ja. Ja. Zo is het wel. Amen. Dus je laatste woorden. Onze tijd is voorbij. Ja. Maar ze kan het zelf niet geloven. Ik haak in op wat Priscilla zei. En dat is inderdaad gewoon blijven vechten voor je kinderen. Nooit je kinderen opgeven. Als je kind je wilt vermoorden, dan is iets anders. Je kan niet met je kind blijven in één huis en je kind probeert je te vermoorden. Dat is logisch, maar blijf vechten voor je kinderen. Ik denk dat als mijn moeder niet van mij had gevochten... Maar hulp zoeken voor hem, hè? Zeker. Ja. Hulp zoeken, niet opgeven. Want het kind gaat misschien niet erkennen, maar wie heeft het kind nog meer? En als zijn ouders hem opgeven of zijn moeder, geef vooral moeder. Hè. Ja. Als een moeder je opgeeft, dan denk je dat iedereen je opgeeft. Natuurlijk. Dan denk je dat er geen hoop meer voor je is. Dan zie je jezelf als een verloren zaak. Maar als je moeder nog in je gelooft, is het één persoon en God die in je geloven. Ja. Dus dan komt het goed. Zeer zeker. Wel, Priscilla, hartelijk bedankt. Hè? Sorrende, jij ook. God zegen je en blijf altijd zo mooi van binnen en van buiten, zeg ik altijd aan mijn gasten. Jullie zijn echt een zeer speciale echtpaar voor mij. Echt. God zegen je. En Lucas, je zoontje, oké? Ja. Pues, televidente, hace una consejo noche en la final del programa aquí. Hace una interesante, y hace un mensaje, hace una bonita, ¿no? Como vivíamos, como mayor, en la vira loma para nos unan. Of na bij een camina rubes, ons nog eens aan nada más. En de mensaje dat die ons invitado, sigue como mayor reza para buyu. Sigue reza para buyu, para sobra con oración, te voy a escuchar de Dios siempre. Pero voy a vivir, no está tiempo, tiempo, pero de el tiempo de Dios, él lo dona su contesta. Anto, hablo, recoge bo fruto. ¿No? Que nunca la haga buyu, vai perdí. Trata como mayor, pastor, no saco de hobby, mamá soltero, una corso más de matrimonio.
con tanto tempo una difficile una mucha nan però si sí, tiene una pia di Cristo per sopra bo orazione sempre lo vado a escuchar y den Dios su tempo e me lo ayudaba y una solución. Pues, masha masha danki, un día más de mi invitado, Nana Turtu, nos anunciante, na, un programa tras programa te ayudamos a pasar y pedir adelante, en nuestro maravilloso equipo técnico de televisión directa en Aries 3, pero fuera el nabo televidente con un día más, a permitirnos dentro del calor de hogar o de vuestro establecimiento comercial. Masha masha danki, pasó una feliz noche y Dios bendiciona a y recibió un dulce sunche de sabor curazaleño, bonaerense, rubiano, venezolano. ¡Mua! Te después. Leañez y Compañía Anónima a presentar De Frente con Lupe.